Wel, kom je hierheen voor deze nieuwe video van de Tour de France 2017. We gaan vertrekken van Düsseldorf en we gaan naar Luik. We hebben enkel van tweede, vierde categorie. En dan een sprint en dan weer drie calls van. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. It'll be important to pick up maximum points in order to make up lost ground for the green jersey. We can win this. I'm counting on you to control the race. Come on. Today, it's ours. Have a good stage, guys. Dan drie calls van vierde categorie, dan eindigen we weer op een sprint. Dus we gaan, denk ik. Weggaan met iemand. En dan eindigen met André Greipel. Ja, maar dat ga ik misschien doen met Jurgen Roelands. Niet. Maar ik denk met Benoot. Greetings, ladies and gentlemen. For this stage linking journey to Belgium. It's a safe bet that the sprinters will do all it takes to claim victory. While some will surely try to thwart their plans, the chance of them succeeding is minuscule. Voilà, eens kijken of we kunnen elkaar ontsnappen nou. Hier gaat het nog moeilijk zijn. Met toch door, jong. Voilà. Ah, eindelijk. Dat had ik gezien. Vachon zoek mee. We klimmen al de Grafenberg. Voilà, besturen. Oh, dat is al dat. Dan gaan we misschien. Hoe werkt dat zo? Nee. Nee. Both Puncher and Rouleur, he can rely on his pace if he reaches the finish in a small group. Klassement. Dus nu wat ik moet hebben. Ik
Oh, fuck. He's a pure ruler who relies on his power to tip the scale. Anyway, he doesn't have much choice in his qualities and his strength. A good ruler with not too bad a punch. He should still try to get away before the finish because he's not so fast in a sprint. His best chance of victory is to try a break away from far out. Waar staat de besturing hier? De baan is niet wat ik moet hebben. Alhoewel. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb, but he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. Ja, we gaan naar België, dat is juist. Dat is niet zo. Niet uitgelegd daar. Ik denk dat ik had de handbeweging moet lezen. Bestemming, doorspoelen, voilà. He he. Gevonden. Hij had gezegd naar de... Hier zo. Voilà. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. Ah. Blauwe cel, voilà.
Voilà. Zo, nu heb ik wat dingen gevonden. Is er nog iets te ver? Nee, dat is zo. Bestemming. Ah, en toen heeft afgehaakt, zo te zien, even. Omdat de putton wat meer aan het rijden is. Hé, hey, niet alleen ik rijden, hè? Oké. Zo, ik hoop dat jullie gaan deze serie leuk vinden. Over de Tour de France met de Lotto Soudal. Nu mag ik ook iemand anders een beetje werken, hè? Want niet altijd ik, hè. Ah, daar is de tussensprint, ja. En wij volgen. Maar die Toons heeft wel serieus achterstand gehad. Amai. Ja, vandaag even, hoe heet hem nu weer? Top miljard. Maar ik ben pas begonnen met etappe 2. En voor mij was etappe 15 van de Tour de France. En Bauke Mollema heeft gewonnen voor de ploeg van Contador. En volgens mij is Froome nog stevig in het geel. Maar dus echt niet mijn favoriet, die renner. Ik ben een beetje boer, voor mij smeren gelijk Philippe Gilbert. En zo mijn favoriet. Allee. Ah, oké, nog 6 kilometer. Voor ons, dan gaan we een tussenspunt komen en
Willst du mich zu wehr? Ja, ich wollte das Ganze noch mich haben. Voilà, so habe ich also die ersten 20 Punkte. Und nun gehen wir switchen nach Greipel. So. Voilà. So. Baba. Hoho. Ein bisschen wacht auf der Rest. Bitte von der Rot nehmen. Gel en de rest ook. Bevestigen. Voilà. Voilà. Okay, we'll consume a feed. Of drinken. En we gaan terug naar de noot. En dan gaan we zo, nee, zo, nee. Ja, zo iets ongeveer. Voilà. His teammates are riding to protect the jersey. Wow, what an... Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. It's helemaal anders dan...
Ah, en iedereen is er nu bij. De peloton. Dat is peloton, pardon. Aan de kant, je ziet niet dat je waar het publiek komt. Onze eerste punt in het berg. En we zijn nu in België. Zometeen komt weer een tweede voor de berg. En ik heb ook de muziek van het spel uitgezet, want anders heb ik problemen met auteursrechten. Oh ja, dat gaat. En ik ga weer vertrekken, want ik wil die. Er zijn al twee punten voor ons.
We gaan misschien nog een keer doorspoelen tot, ja, tot hier eigenlijk. Je goal wil de zekerheid hebben. Back the app. Zo. Nu misschien naar Grijpel terug. Al twee. Renner die naar de kleurpot loden zijn. Heijman en Sten uit. En hier. Ah. De andere groene trui. Oelala. Dat is wel pijn dan. Wacht. We gaan iets doen. Zeggen voor de blauwe gel. En ook voor iedereen hier. Voilà. Wij ook ze nemen dan, hè? Zo. Danny. Dat wil ik toch niet. Oeh, zelfs de gele trui. Die loopt naar de kleurpotloden. Oei, oei, oei. Martin. Dat doet pijn, deze etappe. Misschien nog worden we vergeten, een beetje de groene, nee, de rode gel. Okay, we'll consume a beat.
Uhu. Martin Plancker, Holstein, Taramé. Oi, oi, oi. Pour une des tapins. En nous en wen leuk. Ja, Greipel! Ja, Greipel! Ja, Greipel! Ja, Greipel! Voilà! We hebben gewonnen met André Greipel. He succeeded in avoiding all the pitfalls to win today. Here is the winner of the Düsseldorf Liège stage, André Greipel! Congratulations to him. He managed to maneuver perfectly to snatch this victory. He will climb onto the podium to receive his jersey and a kiss from the hostesses. Here's the green jersey of this Tour de France, André Greipel! Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now, he can relish the moment. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here's the polka dot jersey of this Tour de France. And Benoît. He will be able to hang this jersey in his trophy room. Let's hope for him that he can add more. Zo, we hebben de groene. Well done, lads. Congratulations to you. You were the pre-race favorites and you lived up to the role with brio. Well done for this win. We doen voor Sagan, Groenewegen, Cavendish, niks. Garvig, niks. Bernard Coquart ook niks. We hebben wat bonussen ook nog. Galopin. Goed zo. Ja. Dat doet wel pijn voor sommigen. Dat is een initial in een 50 seconden. Oei, 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 Tony Martin. Dat betekent dat voor De Moulin is nu gele trui. Vergaderen op 2 seconden na. Ja. We zijn nu op 28e plaats met Greipel. De Klerk. Die wint ook wat plaatsen. Dat is goed. Tom Benoît heeft 3 punten. En van Emda 1. We hebben 61 punten met Greipel.
gut so. Dimensionata. Lotto. We hebben één plaats gewonnen. Oké. En de strijdlustplaatsen voor Benoot. Oké. Dan voor morgen is het. Voor morgen. Vervier naar. Tussen Verviers en Longwood is 201 kilometer. Bevalt geen risico's. Het is geen vlakke etap. Dat kunnen we wel doen morgen met weet ik niet wie, we zullen wel zien. Als jullie deze video leuk vinden, geef een like achter, geef altijd een leuk commentaar, het is altijd welkom. Dat was het voor nu. Ciao ciao iedereen, bye bye.